we hebben het allemaal wel een keer meegemaakt, hè? Ja. Dat je gaat bellen, weet je wel. En dan nou bel je een bedrijf op of wat dan ook. Of het maakt niet uit. En ja hoor, daar gaan we. Ja, lekker wachten. En niet zo zuinig ook, hè. Gewoon lekker wachten. Ja, dat je echt denkt bij jezelf, wauw. Dat kan echt niet. Maar dan krijg je eerst een muziekje, hè. Dan krijg je zo'n bling. Flink vong. Zo, maar ook zo'n ongelooflijke saaie klote deun. En dat gaat maar door, hè. Ja, en dat houdt niet op. En dan krijg je af en toe zo'n stem ertussen misschien. Van ja, als u het niet wil, dan moet u maar naar onze website gaan. Nee, ik ga niet naar je website. Ik bel jullie op. Ik wil van jullie weten. Ik moet gewoon iemand in de lijn krijgen. Punt. Nee, en dat gebeurt dan niet. Nee. Dus dan krijg je dus van, ga maar naar de website. En anders krijg je de hele tijd de stem van, ja, er zijn nog, weet ik veel, 10, nog 12 wachtende voor u. Of het duurt nog 10 minuten of 8 minuten en dan bent u misschien aan de beurt. En je zit maar, hè. En die komt dus plink plong, komt het klote deuntje weer langs, ja. En maar wachten. En dan, eindelijk, ja. Dat is daar het moment. Ja, dan krijg je iemand aan de telefoon. Nou. En dan leg je je hele probleem uit. En dan zegt zo iemand, ja, maar ja, moet je horen. Dan moet ik u even doorverbinden met een afdeling die daarover gaat. Oké. Nou, en dan word je eindelijk doorverbonden. Nou. En dan zit je ook weer een tijdje naar flink vlong te luisteren. En daar komt dus iemand weer aan de telefoon. En dan begin je weer het hele verhaal. En dan zegt zo iemand weer van ja, maar ik begrijp uw probleem. Maar ik ga u nu doorverbinden met de afdeling die daar echt over gaat. Dan begin je daar voorzichtig een beetje tegen te klagen, tegen zo iemand. En dan wordt de sfeer al een beetje vervelend, maar toch nog niks aan de hand. Je denkt van, nou, nu gaat er wat gebeuren. En dan, tuut. Verbinding verbroken. Ja, vrienden. Oh, dan ben je dus al ongeveer 3 kwartier onderweg, hè. Ja. En dan zinkt je de moed in de schoenen. Het stoom komt met keiharde stralen. Uit je oren en je denkt bij jezelf, oh. En vrienden, aan dat gebeuren, daar gaan ze dus hier, daarom neem ik dit ook hier op, hier in Spanje gaan ze daar wat aan doen. Ja. Hier mag vanaf binnenkort, mogen ze nog maar 3 minuten, mag 3 minuten wachttijd zijn bij telefonades, ja. En alle bedrijven van elektriciteit en van water en noem maar op moeten gewoon de hele week, 7 dagen, 24 uur per dag bereikbaar zijn en direct opnemen. Niet meer dan 3 minuten. En als je meer dan 3 minuten doet, krijg je 100.000 boete. Kijk, dat zijn maatregelen. En daar hou ik van. En ik zou denken bij mezelf, hey, Nederland, neem een voorbeeld aan Spanje.